Oh mensen, we gaan hier George Lights hebben een nieuwe server, namelijk Plots MC. Ja, we zijn illegaal in Holland, want we staan bij Toverland. Een server genaamd Plotwereld heeft hier Toverland gebouwd. Van wat er al staat, want het park is nog niet helemaal klaar. En we staan hier bij de oude ingang van Toverland, want zoals bekend staat die niet meer hier. Wordt deze ingang niet meer gebruikt in ticht. Maar we gaan, ja, servers binnenlopen. Het is ook weer een server met modellen. Dus we gaan eens... Dus we gaan eens zien wat er allemaal is. Ja, ik wel aan, Benny. Ja, die staat aan, maar ik hoor niks. Eens op sfeer, weet je. Ah ja. Nu hoor ik wel iets. Nu hoor ik iets, mensen. Moet mij niet herhalen, hè, papegaai. Oké, hier hebben we wel een vlucht van ons. We zullen daarmee beginnen. Als die open is, of moet die bestuurd worden? Kijk, ik hoor het niet. Oké, alle chance dat die niet zo lang duurt. Nu heb ik de raad op. Shit. Ik moet denken aan een ride aan ons. Mensen gaan nu die gele ride even. Die gele ride. Ik ga mijn paard. Dat is de Thuis Express, mensen. Maar ja, die moet bestuurd worden ofzo, ja. Ja, net van het moment. Kinderachtbaan is dus. Het is een power film. Ja, de echte is sowieso ook, maar... Dus ook zeggen... Er is nog niet bij een genie, dat is wel wat anders. Niet zo heel... Oh, is, oh, we krijgen damage bij die barriers. Kun je hier ook slash god doen of zo? Nee. Muziek. Met deze hal is het allemaal begonnen, mensen. En de Thuis Express, vroeger Boomerang, stond er eigenlijk al sinds de opening van het park. Die naast wel Minecraft-attractie. Maar Toverland is maar open sinds 2001, dus het is... Ouder dan ons. Een van de jongste, zo niet de het jongste pretpark van Holland. Maar het is wel heel hard gegroeid. Toverland is klein, maar het is ook jong, dus ja. Als het de leeftijd heeft van Bobby Holland of zo, wie weet hoe groot is het park dan. Jammer van de damage. Ik snap dat niet. Bam! Toad Express! Acceptabele rit! Dat was een wel fijne achtbaan. Een beetje ruw, maar... Dat is wel leuk. Marco Pretparken is hier de recordhouder met 12 fritten. Wat was ik er nu? Hier, staat right counter. Marco Pretparken is
de record over. Ook. Maar dat is echt klein, hè. Op de grond, gast. We weten er aan mij gebruikt. Och, jongen. En dan moet je modellen maken en iets van, niet zo rap. Woo, calm down, Danny. Je moet op onze server ook nog altijd modellen maken voor deze attractie. Ja, niet zo rap. Maar ja, dat ben je niet voor het spel. Nee, dan merk ik dat het niet rap gaat. Denk op je vrijheid, zijn we al klaar bij ons? Klaar, maar er staan geen modellen op. Het is wel man. Hij wil het weer altijd dat je met mij, jongen. Als ze niet moet doen. Als ze dat op zijn werk doet, jong. Doe je dat? Want dat is een hobby. Daar moet je niet werken, zegt je. Het is een hobby. Dan hier hebben we dingen voor de drakenslangen, hè. Een glijbaan. Ah. Ja, deze ook dicht. Ja. Een van die glijbanen rijdt gewoon nog op rails, dus ik verwacht. De zwette glijbaan die rijdt niet op rails, zo te zien. Hier moet je altijd lang wachten, want de capaciteit bij zo'n ding is heel laag. Maar het is gewoon een glijbaan. De blauwe baan, vet dus. Ja. Maar je moet daarop zitten, dan niet gaan. Huh? Kan je op die trapdoor gaan zitten? Ah! Guys, dit is gewoon een van Eekdom glijbaan. Of van Whitewater, zo weet ik niet zo. Dat is gewoon een glijbaan, gelijk als Bobby Allen trainen en staan. Niet zo heel nat. Oh. Ja, welke is er dan nog? Dan heb je dat hier, dat is zo'n kinderattracties dat je in zo'n auto zit als kindiki. Komt dat je instapt met die dikke pensenkop van u? You cannot build it, what the fuck, man. Ja, is gewoon even een rondrit. Kleine rondrit. Dat ziet er wel tof uit, denk ik. Kinderattractie. Hier wil iets kwaliteit uit. Ja, Jonas, zijn favoriete rides. Dat is ook veel meer werk. Ja zeg, dan tp ik eruit, en ik wil niet nog een tour. Ik ga naar het toverhuis. Ah, Dikkie? Het toverhuis. Wat kan dat doen? Beste mensen, welkom bij het toverhuis! In het echt is dus zo, nou, kinderattractie dat je een staf krijgt, kunnen naar lichten. Mikken en dan gaat er zo'n tovereffect af, maar ik denk dat deze gewoon door het huis wandelen is en af. Ja, er is niks. Ah, dan weer de Big Apple. Ja. Ook weer een kinderattractie. Oh. We zitten er dan in. Oh, lekker aan het rijden, lekker gezellig. Koest houden, hè? Yes, ja. Help, aanranding. Dan zag ik toch dat we een stukje naar buiten konden gaan. Wat hier zie je zo'n kinderspeelplaats. Ja, dit is zo'n attractie dat er al sinds 2001 staat. Hier hebben we een duinlof. En daar hebben we een touwparcours. Ja, Toverland heeft ook zo'n touwparcours hangen. Dat doolhof ga ik overslagen, ik heb er geen moest in. Mensen, deze was aflevering 1 van Toverland, dit was hal 1. In de volgende video doen we hal 2, de Magic Forest. Dus tot de volgende video in, hoe noemde het hier weer? Plotwereld. Oké, ja.
Ciao.